Oké, nou, ik ga met dat laatste stammetje aan de gang. Dat is tevens ook gelijk de meest lastige. Hier zitten allerlei takjes nog aan en knoesten en hier ook. En dan hebben we hier dit hele stuk natuurlijk. Ik denk dat dit soort dingetjes hier, die takjes, die ga ik eraf zagen. Zodat dit een mooie gladde stam wordt. Tot hier. Dit laat ik misschien wel zo. Ik weet het nog niet. Het is maar net hoe mijn fantasie te werk gaat. Deze puisten eraf zagen, dat ga ik met okigiri's doen. Hier hangen ze. Okigiri is het Japanse woord voor zaag. Je hebt hier de gelijk voor die in de midden, dat is de kataba. En dan hebben we hier de okigiri duzuku. En hier achter, dat is de ryoba. Het verschil met een Japanse zaag en een Europese zaag is, ja, buiten de vorm. Maar met een gewone Europese zaag zoals hier hangen, dat is de snijdende kracht is de slag naar voren. En bij deze zaag is het net andersom. De snijdende kracht die zit als je de zaag naar je toe trekt. En het zaagt heel erg makkelijk. Nou, oké, goed, maar dit even helemaal terzijde. Dat heeft natuurlijk niks hiermee te maken. Ja, ik ga er nou zo mee aan de gang. En ik ga ook eens mijn gedachten laten gaan over om een of ander jicht te maken die je gewoon, nou zeg maar hier, zo vast kan zetten. En dan dat het hele ding er dus zeg maar zo op komt te zitten. Dat je dan vanaf hier met dat mes, met dat trekmes, aan de gang zou kunnen gaan. Ik weet nog niet precies hoe ik het doe hoor, maar vanavond laat, als mijn lieve vriendinnetje naar bed gaat, dan ga ik meestal achter de computer zitten. En dan krijg ik ook geweldige brainwaves. Want dan kom ik iets tegen en dan denk ik van, hey, zo ga ik het doen. Nou, dat wie weet, misschien lukt dat hier ook wel mee. Nou, nu ga ik even uit met mijn geleuter en ga ik aan dat ding beginnen. Nou, bye bye.